zijn hier van Derek Plays Games met een nieuwe review, namelijk paaseieren van M&M's en chocolade eggs. Nieuw. Dus we gaan deze uitproberen en we gaan natuurlijk na afloop daarin doen, zodat het wat leuker uitziet. Satisfying geluid. Kijk, ze ziet er zo uit. Je hebt ze in het lichtgroen, je hebt ze in het geel, je hebt ze in het roze, je hebt ze in het blauw. Maar goed, je bent weg. En drie, vier kleuren moet ik even. Je hebt ze in het groen, je hebt ze in het blauw, je hebt ze in het geel en je hebt ze in het roze. Nou, dan neem ik een groene. Ik neem een roze. En van deze neem ik een roze. Nou, neem die eerst. Ik wil eerst weten, want als ze te hard zijn. Lijken gewoon normaal. Dit is de binnenkant. Er zitten M&M's aan de binnenkant. Die kleine eitjes, die zijn... Ja, die proeven als normale eitjes. Nee. Deze vallen ook af. Ik vind ze allebei niet lekker. Nee. Te veel chocola. Waarom deze? Met die grote. Die proefde op normale eieren. Ik zou er niet veel te van weten, dan zou ik even aan. Maar in ieder geval, nee, bij ons allebei, nee. Want nou ja, deze kleintjes die proeven zoals normale eitjes die je in de winkel kan krijgen. En deze is gewoon te veel chocola. Gewoon echt te veel chocola in één ding. Maar goed, dit was het voor deze review. Vond je het een leuke review? Geef dan een blauw duimpje omhoog. Reageer in de reacties beneden welke van deze jullie geprobeerd hebben. En eventueel lekker vindt en waarom. Deel met je vrienden zodat ze dit ook kunnen zien. En ben je nieuw, abonneer je meer reviews, let's play en gameplay video's, challenges en veel, veel, veel meer. Dan zou ik zeggen, een fijne dag. En bedankt voor het kijken naar deze video. En tot aan de volgende video. Doei doei!